Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Jullie hebben de afgelopen weekvlog moeten missen. Ik ben wel begonnen maandag met vloggen en woensdag heb ik ook nog wel wat gevlogd volgens mij. Maar nee, deze afgelopen week was het vloggen gewoon even niet... ik wilde het gewoon even niet. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus als het goed is hebben jullie wel, ik moet die vandaag nog opnemen, maar hebben jullie afgelopen zondag wel een andere video kunnen zien? Ik heb een leuk idee in mijn hoofd wat ik vandaag wil gaan opnemen. Dus als het goed is gaan jullie dat zondag zien. En ga ik het weekend wel weer lekker vloggen. Daar heb ik ook wel weer zin in. Ik ga vandaag even naar Laura en Roy, want het huis is af. Dus ja, dan wil ik daar natuurlijk wel eventjes gaan kijken. En dan neem ik de camera mee. Ik kan Laura zelf even laten zien hoe het allemaal geworden is. Morgen ga ik ook een extra video opnemen met Cas, met het kasteel. En dan neem ik sowieso natuurlijk de camera mee. Dus dan kan ik ook tussendoor wat vloggen. Of ik doe het volledig in de vlog. Dat kan ook. Moet ik nog even kijken hoe ik dat ga doen. En voor de rest heb ik nog wat bullet journal dingen te doen. Dus dat ga ik ook vandaag lekker doen. Ik heb vandaag echt zo'n lekker tutteldagje te hebben. Heb ik vorige week ook gedaan, dat beviel me wel. Ik heb daar nog wat leuke nieuwe spulletjes staan die ik jullie straks ga laten zien. Ik heb nieuwe washi tape binnengekregen. Dus ik heb jullie genoeg te vertellen nu ik een paar dagen niet gevlogd heb. En te laten zien. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Maar nu is het 7:55. Ik zit aan de koffie. En wat YouTube te kijken. En dan ga ik straks even douchen en aankleden. Maar het is nog vroeg zat om even lekker rustig te kunnen opstarten. Zo, ik heb de video opgenomen. Dit is de zooi daarvan. Dus die ga ik nu eerst even opruimen. En dan ga ik daarna mijn thee opdrinken. Want die heb ik daar laten staan, zie ik nu. Ik was te enthousiast met opnemen blijkbaar, dus ik ga even de zooi opruimen en meteen op drinken. Wat wil je doen? Ik ben nou bij Roy en Laura, daar is Roy. Mama is er ook. Dag mam, waar ben je? Ben je naar aan het kijken? Nou, ik ben iets aan het doen waar ik mijn mond open moet houden, maar bij mij even gesproken. Dat moet je niet doen, de klusjesman is er ook. Ja, dat gaan we niet zeggen. Kijk eens wat de klusjesman net in elkaar heeft ge... Kijk nou hoe mooi. De klusjesman, Gert-Jan. De klusjesman. De klusjesman. Hoe is het met je? Nou, geweldig. Red je het nog? Bukken, het gaat allemaal prima. Ik wil janken. Maar kijk dan hoe gaaf. Oh, dat is wel echt heel mooi hoor. Ik ben een beetje jaloers. Beetje jaloers ben ik. Ja. En daar is ook het... Ja, het is nog niet af, zegt Laura, maar... Nee. We gaan het nog een keer filmen als het af is. Maar is daar het? Is het ook mooi. En wat kwam daar nou? Daar? Een foto van trouwen. Ja, op canvas, hè? Ja. Diane is er ook, dacht Diane. Hoi. Kom op de vlog. Dus we zijn even... In de vlog. Ik denk ik ga even de tussenstand bewonderen, maar ik vind de kast vooral... Oh, mama's... Dag mam. Ja, dat geeft niet. De kast vooral erg leuk. En kijk, die wereldbol. Ook bij de Action. Dus ik denk dat die vandaag of morgen ook bij mij staat. Mag ik dat? Ja, hij is goed. Kan zijn die we kopen. Nee. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb ook nog even boodschapjes gedaan. Ik ga straks even laten zien wat. Niet veel hoor, maar... Oh, ik heb in de brievenbus vond ik deze. Oeh, dat zijn ook clear stamps, maar dan, zoals je kan je het zien, wacht, ik ga het even zo filmen. Ik denk dat dat beter is. Ja, zo kan ik het beste filmen, denk ik. Zie je, het zijn clear stamps. Zo leuk. Dus daar ga ik ook weer even mee in mijn journal oefenen. Met al die, ja, leuk, hè? Met die vlindertjes. Ik vind ze echt heel leuk. En daar zaten deze stickertjes bij. Ik denk niet dat ik die ga gebruiken. Maar ik denk dat ik ze aan Timmy geef. Die vindt dat wel leuk. Die is helemaal gek op stickertjes. Dus erg leuk.
En wat ik heb gekocht is avondeten en haarverf. Deze haarverf van de Hema. Warm brown. Leek me wel mooi voor de winter. En ik heb bonenschotel gekocht. Daar ging mijn hummus. Bonenschotel voor vanavond. Met een keertje falafel. Dus nou, ik ben heel benieuwd. En ik heb nog zilvervliesrijst in huis. Dus die kan ik er... Daar ben ik. Kan ik er ook altijd nog bij doen. Nu moet ik... Waar is die? Daar. Even oppakken. Goedemorgen. Het is zondag vandaag, de 20ste. Ik ben al aangekleed. Of al. Ik ben aangekleed, want het is ook al 10:30 hoor. Ik merk wel nu het zo lang donker blijft buiten, 's ochtends, dat ik later wakker word. Daar baal ik dan wel van. Aan de ene kant denk ik van het is wel lekker om uit te slapen, daar niet van. Maar ja, ik weet het niet. En dan heb ik wel zo'n daglichtlamp, maar dat is vrij goedkoper geweest van de Action. En nee, Lidl. En ik heb toch het idee dat hij niet helemaal lekker werkt. Maar goed, ik heb vandaag iets leuks op de planning. Ik ga vanmiddag om 14:00 heb ik afgesproken bij Robert en Wies. Dan ga ik met Cas zijn, ja dat hebben jullie in de vorige weekendvlog kunnen zien. Hij heeft dat Lego kasteel gekregen. En dat gaan van zijn opa en oma, geloof ik. Nou, van wie die het nou precies gekregen heeft, weet ik niet meer helemaal precies. Maar in ieder geval heeft hij het voor zijn verjaardag gekregen. En we gaan dat in elkaar zetten. En daar wilde hij graag een video van maken. Dus nou, dat gaan we zeker doen. Ik ben heel benieuwd. Verder heb ik lekker net even ontbeten en koffie gedronken. Ik moet me nog eventjes een beetje meer opmaken. Maar ze waren net even een bakje aan het doen bij mijn ouders. Dus ik ben heel even naar beneden gegaan om te horen hoe ze het in de Efteling hadden gehad. En ja, Cas had al helemaal vol verhalen. Tim ook. Dus dat, ja, dat was natuurlijk wel even super leuk. Nu gaan ze naar huis. Gaat Timmy even slapen straks. Want die was schoon aan het eind natuurlijk. En dan als hij wakker is, dan ga ik die kant op. En dan gaan we beginnen. Dan eet ik daar ook lekker. Dus ja, ik denk dat ik jullie daar zie. Mits er hier nog iets spannends gebeurt natuurlijk. Maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet echt. Nou, ik ben inmiddels bij Cas aanbeland. En wat gaan we ook weer doen? Dit wel. Ja, hè? Maar ik ga eerst nog even die andere. Wil je hem nog even pakken, die andere? Ja. Deze heeft hij van ons gekregen voor zijn verjaardag. En dan even weer demonstreren. Goed, even naar beneden. Oh, ja. Het is een vorkheftruc, toch? Uh-huh. Een pallet. Doe je die omhoog. Gaaf hoor. Als hij rijdt, dan gaat hij zeg maar, dan zie je er twee gele. Oh ja, hier. Die omhoog. Ja, en je moet dan met er hiermee moet je dan ja, daarmee kan je sturen. Robert is er ook. Hallo. Het is voor het eerst dat ik bij jullie thuis film, sowieso. Gaat er wel leuk. Ik heb nog even bij mama gehad. Vindt hij vast niet erg. Nou, we gaan... Ik ga hem openmaken. Dat gaan we... ja, maar dat gaan we in de video doen. Dus ik ga nu deze even eerst uit. Goedenavond. Ik ben alweer een poosje thuis. Wat was dat gezellig, zeg. Was echt super, super leuk. Ik heb nadat we gebouwd... Klaar waren met bouwen, hebben we nog lekker gegeten. En toen heb ik nog eventjes met Tim gespeeld. Hem even voorgelezen. Toen is hij naar bed gegaan. En toen ben ik thuis gekomen. En ik was vanmiddag al een beetje weer verdwaald op de Sims. Ik had de Sims weer eens opgestart. Het is nu 10:45. En ik moet mijn brood nog maken. En ik heb nog wel even gebullet journaled voor de video. Morgenavond heb ik vergadering. Dan moet ik eigenlijk ook die bullet journal video nog voor dinsdag klaarzetten. Dinsdag gaan we kaarten. Woensdag moeten de weekendvlog online. Woensdag heb ik zangles. Woensdag ga ik midget golfen. En woensdag heb ik ook nog een vergadering.
Ik heb het geloof ik niet zo handig gepland. Dus het kan zijn dat dingen wat later komen, maar dat ga ik ook nog wel even op social media delen. Want ik weet anders niet hoe ik het moet redden. Maar goed, ik ga mijn best doen. In ieder geval dat. En jullie gaan zien wanneer dingen online komen. En ja, dan is het een weekje even wat rommeliger. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb nou eenmaal dingen te doen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer in een volgende vlog of video. Want ik denk dat het ook wat meer video's gaan worden de komende tijd. In plaats van vlogs. Maar dat gaan jullie ook vanzelf zien. Doei doei!